gevallen, kan je voorstellen. Wat voor gevoel hebt u op dit moment over hoe de stemming mogelijk is verlopen voor de NDP? Nou, eerlijk gezegd wachten we eerst dat het volk gesproken heeft. En dan gaan we de koppen bij elkaar steken. Uiteraard is er voorbereid werk gedaan. Maar het is niet zo dat je zegt van, u weet niet, bah. Pas wanneer het volk gesproken heeft, dan gaat het echte werk beginnen. En het beleid wordt onverkort voortgezet? Het beleid wordt voortgezet. Er is echter, we zullen wat een aantal zaken moeten aanpassen. Ik geloof ook dat er extra, laten we zeggen, meer inzichten in de problematiek. Er is enorm veel werk te doen. Dus, maar het zal iets vlotter lopen, omdat je nou, als nogmaals de gemeenschap daarover positief oordeelt, dat je nou wel, je kunt niet zeggen van, ik moet nog beginnen. Je bent al in de race. Heeft u al iemand, een partij in mind, een combinatie in mind met wie u wil gaan samenwerken? Het hangt er vanaf hoeveel stemmen de Surinamers ons geven. Maar daarboven is het zo dat het goed is om meerdere positieve, zij die positief denken en laten we zeggen waarvan we een programma kunnen africhten of samenstellen met elkaar, gelijkgericht. Dan zou het wel goed zijn om een veel sterkere en stabielere combinatie te maken. Wat zou voor u een stabiele combinatie zijn om dit land, dat dit door dit land echt gedragen wordt? Laten we kijken wat de uitslag zegt. Op het dag slaat je. Thank you.